vlammen zeg maar, bij de uitgang zijn. En dat er dan rook komt en CO2-vergiftiging en zo. En dat we dan niet meer naar buiten kunnen. En... In the parking garage! I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve taties! Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Serzo. Ik ben René. Hoi, René. Hallo, Sergio. Ja, doe dan. Ik ben even voeding aan het preparen. Oké, okay, heel nice, want wij gaan naar Delft. Eventjes gezellig met Sjoerd afgesproken. En ja, dan moeten we dus, hebben we alles? Hebben we voeding? Daar ben ik mee bezig. Hebben we de vlogcamera? Ik moet even de vlogcamera pakken. Speentjes, jasje. We hebben luiers, we hebben doekjes. We hebben uiteraard Jesse Silver. Ja, kijk, dit vindt hij leuk. Ja, normaal is je echt stuk van het lachen. Dus, normaal wel. Sta stil. Ja, even terugkomend op de sokjes. Want nou ja, we hebben dus een paar sokjes wel. Maar een paar was te klein. En we wilden ze natuurlijk ook geen pijn doen. En om dan bij één wel aan te doen en de ander niet, ja, dan kregen ze onderling weer ruzie. Dus dat vonden we ook niet leuk. Dus we hebben ze nog wel. Er liggen een paar, maar die hebben we dus nu in de kast liggen. Maar heel eerlijk, ik vind het ook wel een gedoe om ze aan te doen. Ja, nou, ik zat dus al iets te bedenken van een ring, zeg maar, die dan in die sok doet, zodat die sok dan zo groter wordt. En dan, die ring en dan hebben ze sok, ja. Ja, vraag even op Troja, ja? Ik ga ook Troja vragen. En ik heb ook wel honger. Welkom in Delft. Delft. Waar de rest gaat vanzelf. Lekker zonnetje. En nog ook een beetje gris. Uit de zon is het fris inderdaad. Maar we zijn aan het wachten op... Sjoerd. Moest je van aan, nee, helemaal niet. Nee, maar ik dacht dat ik hem al zag. Dus we hebben afgesproken bij de McDonald's. Daarom staan we naast de paté. Dus, even om het duidelijk te maken. En ja, hij kan ons wel vinden. Hij moet even springen. Maar dan kan je het beter zien. Of hij gaat even op tafel staan. Grapje Sjoerd, grapje. Ah, kan niet wel. Zoveel zoveel kleiner is dan jij. Ja. Hij is echt wel vet kleiner dan ik hoor. Maar, hoor. En als goed gaan we nog het centrum in. Zo, maar we moesten net even snel opschieten en zo. Want de brandalarm ging ineens af. En ik wilde gewoon in de parking garage doen. In de parking garage. Ja, precies, die. Maar toen ging het brandalarm af. Ja, dus en om dan te gaan vloggen is een beetje raar, want dan zul je net zien dat de vlammen zeg maar, bij de uitgang zijn. En dat er dan rook komt en CO2-vergiftiging en zo. En dat we dan niet meer naar buiten kunnen. En dat er stond ook echt brandalarm, verlaten garage. En dan zul je zien dat wij daar staan van... Hey, welkom bij een nieuwe vlog. We staan in het parkeergarage. Dood. Ja, we dachten, laten we ons kind maar eerst een veiligheid stellen. Ja. Kinderen en vrouwen eerst, dus ik ging achterop. Ik bij dat poolcentrum. Bij dat poolcentrum, oh ja. Oh, parkeren, ja. Oké. We staan hier nog wel even. Heb je me al voorgesteld? Nee. Dit is Sjoerd. Hoi, hallo kijkers. Ik heb net een grapje gemaakt. Ten koste van jou. Is dat zo? Ten koste van jouw lengte. Is dat zo? Ja, we zijn ook net een 3 curve hoog, hè? Ja, dat zei ik. Je bent zelf net zo groot, zeg ik. Ja, dit is Sjoerd, oud-collega van Alfa. Gezellig. En één keer in de zoveel tijd gaan we even een lekker bakje doen. Meestal in Delft. Ja, even bijbonden. Ja, moet ook gebeuren, hè? Ja. Meneer had ook weer honger. Ik zou op dit moment nergens liever willen zijn dan op het terras in Delft met Sjoerd. Nou, dat vind ik heel lief van jou. Ja. Oh.
wacht, ik zal jou zo laten zien. En Jesse Silver is er klaar mee, maar we zijn weer terug. In the parking garage! Helemaal live. Ja. Beter goed gejat dan slecht verzonnen. Hé, huh? Hey, Marten. Ja. Dat klopt. Dat is mama rechts. Wat goed van jou. Kan je mij zien of zo? Ja, we zijn dus net thuis. En even lekker eten. Ik heb een paar keer Jesse Silver proberen weg te leggen. Maar hij blijft huilen. En je hebt van die momenten dat je echt gewoon even niet meer weet of wat. En dan zie je dus voor de eerste keer René haar gezicht echt aan het onderzoeken. Ja, kan je mij ineens zien? Super schattig. Oh, ja, dat is mijn wang. Dat heet een wang. Oh, en mijn eten is klaar. Oh, en dat is een lip, ja. Maar... En een kin. Ik weet niet, ik sta er eigenlijk best wel een beetje van versteld dat ik zo weinig geduld heb. Ik heb heel veel geduld altijd, maar het is ook niet zo... Ja, het is ook niet echt geduld of zo, maar als hij dan zo huilt, dan... Oh, ja. Ik wil stoppen en niet van... Ik druk een kussen op zijn gezicht stoppen, maar gewoon, ik wil hem helpen. Dat weet ik niet hoe, want ik weet niet wat er mis is. En dan... Ik krijg een heel naar gevoel, dat ik gewoon... Dit is echt heel bijzonder, hoor. Dat ik hem niet kan stoppen, helpen. Nee. Dit is echt grappig. Hij is nu echt heel bewust, is hij gewoon aan het grijpen en aan het kijken naar mijn gezicht en zijn handje er naartoe aan het... Kan je mensen goed zien? Ja, dat is een lip. Ja. Hij probeert gewoon letterlijk mijn lip even te pakken. Zou hij proberen te doen wat ik altijd bij hem doe? Ja, zo blablabla. Ja. Blablabla. Hey. Kan je mama ineens heel goed zien? Is dat het? Hé? Moet je gewoon lekker bij ons zijn? Oh, ja? Wat gaat bij jou? Oh. Kan je zo goed pakken? Kan je zo goed pakken? Oeh! Is het de lefty? Ja. Waar is je duim? In je mond. Eerst wilde hij niet slapen en nu wilde hij niet meer wakker worden. Ja. Hij denkt gewoon, doe mijn duim in mijn mond en ik slaap verder de mazzels. Ik glijd om naar beneden. Glijd je zo? Hey, slaap Ovie. Een hele goede morgen. Onwijs last van mijn stem. Maar de rollen zijn een keer omgedraaid. René is nog niet aan het werk, maar die is even naar het ziekenhuis voor de rug. Het is wel goed dat dat eindelijk eventjes wordt aangepakt, want ik voel gewoon haar pijn en dat is niet fijn. En het is leuk dat het ruimt, maar het is niet leuk. Snap je? Dus ik heb Jesse maar even opgehangen. Ik merk wel dat ik minder kan doen dan dat ik dacht dat ik kon met dit ding. Ondanks de draagzak. Maar ik kan in ieder geval stofzuigen, dus laten we daar maar mee beginnen. Deze terug van het ziekenhuis. En blijf jij maar eventjes lekker binnen. Ja. En ik moest komen met de camera. En dit heeft te maken met Kip Kerry. Op zijn rug. Oh my god. Oh, zet!
Ja. Toppie hoor. Nou, ik weet niet zo goed hoe ik dit nou moet gaan doen eigenlijk. Ik zou hem gewoon zo in bad plompen. Ik vind het ook altijd wel zo typisch dat hij juist op dit soort momenten, dat hij dan wel rustig is. Alsof hij echt denkt van, nee. Alsjeblieft. Ik heb lekker mijn best gedaan. En we zijn lekker in de stad. En ik dacht, we gaan lekker uit eten. En ik dacht, ik ga mijn meisje verrassen. En ik dacht, we gaan een keer geen sushi eten. Dus ja, ik weet zelf niet helemaal, ja, ik weet wel waar we nu zijn, dus dat is wel handig. Maar voor de zekerheid, hi Jess, heb ik ook eventjes de dingen, navigatie aanstaan. Waar denk je dat we naartoe gaan, schat? Ik heb eigenlijk geen idee. Waar wil je dat we naartoe gaan? Wat wil je eten? Waar heb je zin in? Wat geeft je gevoel? Wat zegt je buik? Vlees. Vlees? Nou, dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Oké. Pannenkoeken. Pannenkoeken. Nee. Ik denk dat een... Kijk, jij moet als goed op de bocht. Ja, een lekker stukje vlees, dat moet wel lukken. Lekker visje moet ook lukken, maar ik denk dat ze bekend staan om het vlees. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de reden waarom ik je hier naartoe meeneem. Het is op aanraden van een oud collegaatje van mij. En nou ja, ik ben zelf heel benieuwd. Ik heb ze trouwens ook nog op tv gezien laatst. Oh? Bij zo'n... Zie je? Ik heb het gezegd. Zo'n soort van... Oh, pas op. Een soort van zo'n RTL5 kennismaking. Van verrijk je buurt of zo. Oh, pardon, ik weet niet. Dus dat. Nou, ik heb mijn nieuwe outfitje aan een beetje. Lekker Bretels. Au. En mijn nieuwe shoes. Super tof. En baby ook met nieuwe schoenen. En een nieuw pakje. En jij ziet er altijd gewoon on fleek uit. Ja toch, baby? Behalve maar. Wat nou behalve jaar? Nee joh. Het is plat vandaag. Weet je wat een... dat was een vraag trouwens op het examen. Plat. Wat is een platte bewaarder? Een platte bewaarder? Ja, serieus. Oké. Okay. Dat is een corrupte. Corrupte bewaarder. Een corrupte bewaarder. Oké. Okay. Ja. Dus ja. Waarom doen ze het niet gewoon een corrupte bewaarder? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Dat is eigenlijk wel een goeie. Dood het dan. Ja, denk het. Nou ja, we zijn er bijna. We gaan... Wat is er? Ik blijf hangen. Oh, ik zit vast. Moet ik zit vast. Ik zit vast. Ik zit vast. Oké, aan de radiator. Dat is wel echt... Een unicum. Ik zat gewoon vast aan de radiator midden op straat. Hoe dan? Ja, we gaan rechtsaf. Links, denk ik. Links. Wat zegt de navi? Ja, links. Is dat hem al? Wat, hè? Nee, dat is hem niet. Het is wel bijna. We zijn bijna aangereden. Hij denkt, stop toch maar eventjes. Ze zeggen natuurlijk, je mag niet vloggen tijdens het rijden, maar tijdens het lopen is het ook niet helemaal We gaan, ja, ze hebben ook tappers inderdaad, maar we, ja, we zijn er. Nee, het heet San Telmo. Het is Argentijns. Dat heb ik wel in mijn hoofd gehad. Ja? Nou, dus hier gaan we even lekker eten. Let's go! Nou, die gaan we. Ik heb een hele mooie combinatie van huisgemaakte tapas hier. Allemaal zijn huisgemaakte producten. Kroketjes van groenten met Franse mosterd. Dan hebben we gambas in knoflooksaus, shrimps. Dan hebben we een Spaanse tortilla. Meatballs in tomatensaus en handballetjes. Dan gebakken champignonnetjes met een beetje picada saus.
en de pastijtjes van Osagas. Mm. En dat zijn typisch Argentijns ook, hè. En een beetje huisgemaakte chips onderin. Ah, super. Ja? Heerlijk. Super, en, ja, heerlijk. Ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel. Gaan we zeker doen. Ook zo, zal ik je baby meenemen? Ja, neem je nog. Misschien kan ik nog, hè. Ja, dankjewel. Alsjeblieft, hè. Zo. Lekker. Ja. Let's dig in. Mals, niet te veel poespas, gewoon lekker gebakken, zoutje erop, pepertje erop. Baby? Ja. Heb jij wel gemist, hè? Ja, we doen dus ons de beurt maar een hapje, want meneer heeft besloten om niet te gaan slapen. Hij is gewoon zenuwachtig voor Ajax. We sluiten natuurlijk af met een lekker toetje. Crema caramelle. En in Catalaanse. Wat was het? Kantarellen.